Nee, baard. Geen baard. Hey, leuk jullie allemaal zijn. Welkom bij de video. We gaan vandaag weer wat spannends doen. Namelijk, ik heb geen idee wat. Het is altijd iets anders. Maar voordat de opname begint, weet ik letterlijk nooit wat er gaat gebeuren. Maar leuk dat je er bent. Check of je bent geabonneerd. We zitten bijna op die... Wauw, 102.000 abonnees. Wat leuk. Jotem. Dus abonneer zeker even. En dan heb je... ben je een goede jongen. Willem. Hey. Hey, Willem. Hey. Cornelis. Hey. Wat ben je doen? Willem zit op de legerbasis. Hoezo zit je op de... Wat ben je aan het doen? Omdat Willem zijn special ops aan het trainen is. Je bent legit op de legerbasis. Ja. Je special ops aan het trainen. Ja. Mag ik komen? Nee. Nou, majoor die bellen. Hallo, makkers. Hey, Jerry. Wat ben je aan het doen? Ik sta in de kledingwinkel. Je staat in de kledingwinkel. Ga je wat spannends doen vandaag? Was eigenlijk niet van plan. Wil je dat we wat spannends gaan doen? Ja, ligt eraan of jij iets spannends wil doen. Trouwens wel story missies voor Pablo doen. Misschien is dat wel een leuke. Is dat leuk? Uiteindelijk wel. Je kan elke dag kan je één missie voor Pablo doen. Oké, jongens, ik heb met Jordi afgesproken. Hij gaat mij vertellen waar Pablo, dat is een nieuwe crimineel in de stad, is. En hij heeft klusjes voor je, die Pablo. Een beetje net als Eduardo, maar dan blijkt het wat leuker te zijn. Dus we gaan er even heen en gaan even koekeloeren. Dan ga ik niet aan jullie natuurlijk de locatie van Pablo laten zien. Dat mag niet van de goden. En dan gaan we even kijken of Pablo wat leuke klusjes voor ons heeft. Misschien wat criminele zaakjes. Nou, hè. Kijk, wat voor zomeroutfitje die aan heeft dan. Oh, hij is met Lucas. Jij had locatie van Pablo. Pablo. Oké, dan gaan we nu even naar Pablo. Oké, jongens, dit is Pablo. Ik mag de locatie van Pablo niet verraden, dus vandaar ik gewoon zo sta. En dan kan het geen kwaad als ik zo sta. Dus dan gaan we met hem praten. En wat heeft hij te zeggen? Hola, amigo. Ik heb je al eens voorbij zien komen. Ik vervang Eduardo. Die is voorlopig even weg. Oké. Je werkt nu dus voor ons. Alleen heb ik nog geen idee wat je kan en hoe ver je te vertrouwen bent. Omdat het Karel de... Laat je even. Om het kartel. Ik zei Karel, maar ik het al helemaal kwijt. Voor nu heb ik wel eens wat opdrachtjes voor jou en je werkt dus expliciet voor mij. Hey, ik werk niet alleen expliciet voor jou, nieuwe Eduardo. Maar deze opdracht ga ik kijken in hoeverre jij ons kartel past. Je zal in de loop der tijd meer gaan verdienen bij de rest van het kartel. Oké. Onthoud goed wat wij twee de enige zijn die van ons contact weten. Dit hoeven anderen dus niet te weten en al helemaal niet. Die puta's de la policia. Oké, dus kies je missie. Story missie, bijverdienen en annuleren. Nou, ik wil het liefst al een story missie doen. Pablo, zo groen je voor de mensen hier in de buurt. Regelen wij wel eens een fiets als ze dat aanvragen. Of een fiets gaan stelen. Laatst kwam er een jonge man van de overkant naar me toe en informeerde me over een BMX. Serieus, moet ik in het kartel komen door een BMX te stelen? De bedoeling is dat jij de BMX steelt en mijn garage aflevert. Daar zal de koper staan om hem van jou te kopen. Rijd naar de fietsverhuurder aan de Bay City Eve. Oké, jongens, wij moeten dus een fiets stelen. Wat een topcrimineel dit, hè? Je bent echt een topcrimineel. Oké, hier rechts is die kut fiets. Ja, ik weet precies waar die staat. Oké, hier rechts. Ja, dat is klein. Stap maar uit. Oké, prima. Hij staat daar rechts in. Ik ben ergens in de stad, man. Ik ga hem nakken. Kijk, jongens, de fiets die blijkt dus hier te staan. Oh, wat een fiets. Daar is hij, hoor. Ja. Daar heb je hem. Volgen wij jou. Ja, prima. Kijk, jongens, ik moet de fiets stelen. En de locatie van deze die mag ik wel laten zien. Dat weet ik wel zeker. Dan gaan we, jongens, op de BMX. Dan gaan we op de BMX. En we gaan 10 keer zo snel als we gewoon springen. Hoi. Ja, hoor. Gun je ons weer een lege auto. Dankjewel, hè. Ja, tank hem maar vol. Wauw, jongens, wat interessant. We hebben de fiets afgeleverd bij deze guy in zijn garage. Makkes, hi man. Jij was die guy van de BMX rijd. Ja, is het gelukt? Ja, en hoe denk je anders dat ik hierheen ben gekomen? Tuurlijk is het gelukt. Kijk, zo sessie ben ik wel, jongens. Dat heb ik gezegd. Goed zaken met je te doen. Succes met de fiets en houd het wel tussen ons. Ja, houd het tussen ons hoor, meneer. Ga weg van deze locatie. Oké. Ah, ik wilde die fiets nemen, hoor. Die kan ik niet meenemen, jammer. Hé, dan worden we gebeld door anoniem nummer. Hey. Wat? Hallo, dit is Jan. Jan heeft vreselijke dingen over jou gehoord. Wat heb jij gedaan, ja? Ik heb helemaal niks gedaan, Jan. Je hebt iemand vermoord? Ik heb niemand vermoord. Opa Grat. Opa Grat leeft nog. Hey jongens, ik heb XP en geld gekregen. Jij hebt geld. En bitches. En bitches. Maar ik ben home, ik val op mannen, dus ik weet niet wat ik aan het doen ben. Oh, je hebt wel... Nou, oké, dan helaas, hè. Dan heb je niet zoveel in bitches. Fijn, ik ben op het blokkenpark, ja? Dus, dan moet ik heen. Ik ga dood! Jan gaat... Oh, jongens, Jan die gaat dood, zegt hij op blokkenpark. Waar? Op blokkenpark. Oké, dan moeten we eerst Jan even helpen. Hey, ik heb gewoon 1000 euro gekregen voor een fucking BMX, hè? Ja. Ik weet niet wat voor high-class BMX ik gestolen heb. BMX'en zijn... Ik wou zeggen, die BMX'en zijn duur. Die leveren veel op tegenwoordig, man. Ik wou zeggen, die zijn duur. Oké, dan maar gewoon ergens. Heeft iemand Jan Klomp gezien? Ja, die is net weg. Die rent hier serieus net weg. Waar heb je hem voor nodig? Hij belt mij en vertelt dat hij doodgaat hier. Mensen, ik hoor hem! Hey, iemand heeft mijn auto gescoopt. Ja, wie heeft mijn auto gescoopt? Oh, dit is Lucas. Oh, je hebt mijn auto gescoopt. Kijk, je hebt een stopteken, jongen. Kijk nou! Je hebt een stopteken gekregen. Ik heb geen stopteken gekregen. Ik heb zeker geen stopteken gekregen. Willem, hebben we Jan Klopp nou gevonden?
Nee, maar Willem gaat wel even omkleden. Hé, hey, je krijgt een boete, pik. Kan ik een boete? Ja! Hé, hey, meneer agent, dat gaan we even niet. Wat is er aan de hand? Waarom krijg ik een boete? Nou, hij staat op de stoep. Ja, zag je wie hem op de stoep zet hier? Ja, denk dat ik een idioot ben. Ik heb toch helemaal niet gereden? Hij staat hier nu op de stoep. Dus dan krijg ik een boete. Dus als ik jou nu in jouw auto stap, hier op de stoep zet, krijg je ook een boete. Zet je hem eventjes in de garage? Ja, dat was ik toch van plan, maar dan gaan we toch geen boete uitschrijven nu. Nu maar meteen als je wil dan. Hey, heeft iemand Jan nou gezien? Achter. Vijf tellen. Ja, meneer, rustig aan. Je bent ongesteld. Ik zie het aan je gezicht. Het is overal ongesteld bloed op je gezicht. Even de rood draaien, krijg je nog een project van. Oh, geflitst worden, sowieso goed. Op de foto. Hier, kijk, heb je hem? Heb je hem? Let op, komt ie? Hoppakee. En we zijn er. Hey. Hoppakee. Hey Jan, meneer, gaat het met je? Gaat het met je Jan? Zijn er weer. Jan, je zei dat je dood ging. Nee. Jij belt mij en je zegt ik ga dood. Ik. Jij hebt echt het smaak van een aardappel. Oh kut, daar heb je die agent weer. Kom, meneer, moet gaan. Ik ga hem even keuren. Ik zou weg met je bakken. Oké, makkers, we willen naar Renze Otter, die we hebben gedrogeerd. In het ziekenhuis. Agent, is hij uit coma? Dat hoorde ik net of zo. Geen idee of hij er is, maar ze gaan er wel in. Oké, naar het ziekenhuis dus? Ja. Oké, maar die Rens, dat is die agent die... ja, die bij... Renzo Otter. Renzo, die Renzo onderbroeken. Ja, die hadden wij in de coma gebracht. Dat wist ik niet. Nee, dat hadden we niet gedaan. Oh, dat hadden we niet gedaan? Nee, die is gewoon, die is beschoten of zo. Oh. En toen heeft hij in coma gelegen en zoiets was het. Dus het heeft niks met ons te maken, die coma? Nee, niks met ons te maken. Oh, oké, prima. Maar wat gaan we doen dan bij hem? Ja, weet ik niet. Hier was Willem. Oké. Iedereen komt naar de HB. Oké. Gaan we ons aangeven als gang? Oké. Wat gaan we doen? Ja, weet niet. Iedereen komt naar het HB. Iedereen komt naar het HB. Ja, Willem is hier ook al. Jij komt er ook al. Piet komt er ook. Willem, nee. Willem, nee. Willem. What the fuck? Slima. Kast to mat, hoor. Laten we allemaal shirtless naar binnen gaan. En hey, Jordi, je geeft licht. Fuck aan, man. Kijk. Dat ziet er niet uit, jongen. Hallo. Hallo. Je had een strippers besteld? Striptease besteld. Ja. Oh, dat is een interne broek. Interne broek. Maar, gaat het wel met je? Of, ja. Piet is een nog grotere melkvlieg. Oh, shit. Piet geeft ook licht. Nippeltwist. Ja, boksen in, jongens. Hey, witbolen. Het ziet er niet uit, jongen. Ik krijg een oude gladiolen. Ja. Wij zijn baby Oli boys. Nee, kijk, het is een laas. Jongen. Dat ziet er niet uit. Uitgeleren. Ja, Willen. Waar gaan we dan? Wat doe je? De kaas. Oh yeah. Willen. Jullie weten er allemaal op Twitter komt, hè, bekend. Baby Oli boys. Ja, we moeten op de foto gaan. Rij achterstaan. Dat ziet er niet uit. Wat zijn we aan het doen, nee, jongen? Ze komen zo naar de poort. Infiltreer het bureau, jongens. Jordi. Hier. Blokkade, in de achtervolging. Ja. Foto maken. Ja, foto. Ja, foto. Willem, jongen. Willem, wat doe je? Kijk hoe ziek. En snel niet naar beneden, krijg je een boze collega. Dit is toch tof. Dit is goed. Kijk, joh, die moet je ook doen, jongens. Dit is goeie. Dit. Kan niet. Willem staat al heel stabiel op de benen. Hoe sta jij, Willem? Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ja, dat is leuk, hè? Daar deden we het op. Willem, wat doe je nou? Willem. Willem, ga eens even liggen. Willem. Hop, jongens, weg. Ik ben er tijd om weg te gaan. Willem. Wacht, Willem. Is dat Zo, daar zijn we dan. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we kunnen hoor. Snel. Kassel geven. Hé, wat moet je nou, jongen? Ja, wat ben je nou een foto's aan het maken? Hier, sluit hem in, jongens. Vriend, wat kom je nou live doen? Wat kom je nou live doen? Precies, ben je loser. Wat kom je doen? Ga weg dan, wat weg dan? Ik ben kaarsporten. Plas in broek, godverdamme, jongen. Doe broek uit dan. De gast Bert, wat de fuck? Ja, ze doen Bert, het steekt hier, man. Ik ben ververs, of niet? Ik kom kaarsporten. Wat? Kijk, dit is een inbox. Naar achteren lopen. Meneer, hij heeft in zijn broek geplast. We beschermen het bureau alleen maar. Kom naar HP. Hey, hij is loesje. Hij is loesje. Hij is loesje, jongens. Achter, rennen. Op rennen. Hij is weg. Hey, joh, rustig aan. X5, hij is gefixt. Maluma, hij is niet gefixt. Waar gaan we heen? Ik moet even naar de gang. We moeten nog steeds naar de tattoo shop. We zeggen gang, als gang. Zo, die Willem, jongen, die is gek. Kijk, ons racen dan op de straat. Wie staat voorop? Piet. X5 is dat. Ik hou je in, Willem. Bump die Piet even. Nee, jongen, ik ben gek. Nee, pas op, zo flitsen. Hier, als hier, hier je hoor je geflitst. Nou, wat hier? Dit.
Godverdomme, Willem. God, sorry. Kijk die gang hier dan helemaal. Dit is op zich wel sick. Oh, dat is een agent. Oh, nou, hij kan niks. Als ze met z'n allen zijn, kan hij niks, jongens. Precies. Box die agent in. Jongens, snel. Er komt een agent. Box hem in. Clear out, snel. Box hem in. Actie. Hallo. Ja, dat gaan we niet doen. Dit gaan we echt niet doen. Pak hem. Pak hem in. Wat gaat u doen, meneer de agent? Wat bent u van plan? Ja, ik was van plan jullie allemaal om 6 verhaal te geven. Hallo, mannen. Ik ben ingebokst, ik kan niet meer rijden. Ik ben ingebokst. Oh, nee. Gast, wat zijn jullie aan het doen? Ik kan nergens weer heen. Ingebox je auto, ga weer boksen. Je kan nergens heen. Jongens, box de auto in, dan kan hij nergens heen. Hallo. Hallo. Hoe gaat het daar aan de overkant? Ja, die grill is wel lekker warm. Ja, die uitlaat ook. Laten we iets anders verzinnen. Coffeeshop. Dan gaan we, jongens, met z'n allen. Kan die Willem ja, iedereen gaat procesverbaal krijgen. Let maar op. Let maar op, oké. Procesverbaal voor de win. Doe je dat? Fuck Willem. Wie is de winkel is dit? Moonshot. Waar is Moonshot? Hier zijn we vrij om te doen wat we willen. Hier mogen we doen wat we willen. Oh, je hebt een zieke bong, jongen. Ik heb een joint in mijn bek. Oké, Max. Niemand vroeg hier letterlijk om. Pek, Willem. Al die ouders zijn een lul, jongen. De politie doet niks aan dit soort mensen. Dat dan weer nou! Danny! Ik denk dat hij een beetje hulp nodig heeft, man. Wat deed hij? Hey, Ling. Oh shit, wat is dit voor party? Hey, Samuel, welkom. Kom, Samuel. De boom is echt aan het inkikken, man. Holy shit. Heren, waarom doen jullie het hier? Wat? Dit is toch letterlijk de koffieshop? Jullie zijn hier gewoon aan het genieten. Ja. Ja. Wat zouden we anders aan het doen zijn? Wat zijn we dan aan het doen? We zijn hier gewoon doodnormaal in onze ondergoed. Kan ik eigenlijk bestelling opnemen? Ik hoef geen hond, dankjewel. Wow! Anders ontdekt de politie het. Wat de? Mag... Wat de? Niks. Hoezo? We zijn gewoon aan chillen hier. Ik hoor graag 300 gram wiet. Dat geldt dan in combinatie met 1500 euro zwart geld. Hier heb je één vloei. Joint van 300 gram. Shit, dat is een zieke joint. Nou, rook hem maar vol. Willem, wat doe je? Willem, rust. Willem, je krijgt nog een overdosis. Willem! Met z'n allen. Jongens, het is nogmaals geen demons. En een trommel. En een fluit, want het is... Ja, en dan? Ik weet niet of we het doorhebben. Wanneer gaat Lena? Juju. Kut. Hier komen. Nee. Hier komen. Wat op. Zijk. Nee, laat me met rust. Tonk! Hey jongens, dankjewel voor het kijken deze video. Vond je hem nou leuk? Ik weet niet wat er gaande was allemaal in deze video. Als je hem nou heel leuk vond, check dan even of je bent geabonneerd. Kleine moeite. Like even de video. We gaan voor 3000 likes of zo. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Spreek je later, Clash Royale 4. Flesje bier. Doei.